Een hele goede morgen! Welkom bij een nieuwe Ups and Down. En Jordi die heeft al goed zijn best gedaan. Hij doet het vrij goed met poepen op het moment. We weten natuurlijk niet hoe het volgende week is. Maar voor nu, ja, we zijn happy the peppy. Wat dat betreft. Dat hebben we allemaal al gedaan. Ja, flesje gegeven, geknuffeld, gekroeld, gespeeld. Fruitje gegeven. Zo dadelijk krijgt hij flesje en dan gaat hij lekker slapen. Ook heel veel gespeeld vandaag, hè? Ja. Ja. En mama heeft vandaag ook weer veel geregeld. Er staan weer een aantal doktersbezoeken op de planning. Vanwege Jordi ook. En ook vanwege controle van mezelf. Niet vandaag, hoor. Maar... zoals bijvoorbeeld dat ze voor Jordi op een dag een afspraak plannen. En voor mij hebben ze op een dag een afspraak gepland. Ja, die moet ik dan gaan verzetten. Eén van de twee. En nou is in dit geval is het zo dat deze afspraak kan niet anders voor Jordi dan op die dag. Dus dan heb ik mijn eigen afspraak even een weekje kunnen verzetten. Ik heb hem al geregeld. Ja. Ja, want mijn mama moet bellen, hè. Ja. Wat we vandaag verder nog allemaal gaan doen, daar gaan we wel even kijken. Sowieso moet ik straks heel even naar de winkel, maar dat doe ik allemaal pas na zijn soepje. En ik denk dat we ook nog eventjes langs zijn oom en tante moeten. In ieder geval zijn tante, als hij thuis is. Want ik had nog even wat spulletjes voor zijn grote neef. En ja, ik ben nu ook aan het uploaden. De lange vlog. Die vandaag online komt. Dus dat heb ik ook allemaal al gedaan. Ik heb wat opgeruimd. Ik heb wassen opgeruimd. Ik heb van alles al gedaan. En zo dadelijk ga ik heel even als Jordi op bed ligt even eten en zo. En dan ja, zijn we weer op de helft van de dag, hè jongen. Ja. Ik hou van jou. Is hij afgelopen? Oh, is hij afgelopen? Nou, maar hij gaat nog heel even verder Boomba kijken. En, want hij had een beetje uitgeslapen vandaag. Dus dan gaat hij ietsjes later naar bed. En dan, ja. Hé jongen? Zoals jullie zagen, zijn wij net onderweg geweest naar de winkel. Jordi gaat nu even spelen. Ik ga even koken. En dan komt papa alweer bijna thuis. Yeah! Die papa is thuis. Hoi. En dan gaan we lekker eten. Niet spelen, maar eten. Maar we zijn druk aan het spelen, mama. Nee, mag niet spelen. Eten. Jordi, ga je eten? Nou, daar leef ik dus mee. Zo. Ik ben nog eventjes bij Bianca geweest, want ik moest nog heel eventjes iets wegbrengen. En ik ga nou even Jordi zijn tanden poetsen. Tandjes poetsen? Ah. Nou. Goed zo, jawel. Jawel, kom hier. Nee, we gaan wel tandje poetsen. We moeten toch mooie tandjes hebben? Ah. Ah. Je mag je wel meehelpen? Nee, we gaan wel goed tanden poetsen, hè, jongen? Nee, dan doet mama zelf. Dan mag jij dadelijk. Jawel. Jawel, kom eens hier. Mondje open. Ja! Tandjes poetsen! Ah. Ah.
Jawel, tandje poetsen. Jawel. Ah. Goed zo. Jawel, we gaan wel even tandje poetsen. Onze avondritueel. Tandje poetsen. Ah. Jawel, tandje poetsen. Word je boos? Nee, tandje poetsen. Ah. Niet vasthouden. Jawel, tandje poetsen. Kom. De struggles van elke papa en mama. Tandje poetsen. Tandje poetsen. Jawel. Jordi. Ah. Jawel. Kom eens hier. Ah. Niet je hoofd wegtrekken. Ah. Jawel. Tandje poetsen. Ah. Bijna klaar. Je hoeft niet het weg te trekken. Goed zo. Ja, nog even boven en dan zijn we klaar. Jawel, even boven en dan zijn we klaar. Deze kant nog. Jawel. Goed gedaan. Yay. Papa, kun je even een doekje geven? Wil je zelf nog proberen? Zelf proberen? Ah, goed zo. Ah, wil je zelf proberen? Vasthouden. Vasthouden. Niemand. Ah. Goed zo. Pak hem maar vast. Goed zo. Ah. Nu vastpakken. Vastpakken. Ah. Goed zo. Ja, mama, je gezichtje nou afdoen. Poem. 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 Het zijn poem gedaan. Nou, Jordi is inmiddels niet meer chagrijnig. Want we hebben hem vrolijk gemaakt, hè, papa? Ja, moet je eens kijken. Hoe die wagenwijd die mond open gaat. Lekker eten, scheet. En lekker slaapje doen. Nou, we hopen dat Jordi lekker gaat slapen. En dan kan ik de bende hier weer gaan doen. Alsof ik heel de dag niks doe, hè? Daar lijkt het altijd op. Goed, wat is het allemaal? Nou, wat doe je als je zwanger bent? Nou, dan eet je vaker. Dus ik ben maar boterham gaan eten. Niels is wezen sporten. En die is inmiddels ook weer terug. En ik eet mijn boterham op. Dan gaan we daar lekker het bedje in. Dus bij deze wens ik jullie lekker welterusten. Slaap lekker. En ik ga even lekker mijn boterhammetjes opeten. Welterusten. Een hele goede morgen. Ja, Jordi was vannacht al eventjes in het spook geweest. Want hij moest poepen. Toen hebben ze een luiertje gedaan en weer een bedje gelegd. Toen is hij weer in slaap gevallen. Hij heeft zijn flesje al gehad. En dan gaan we iets van fruit doen. Maar wat mama nog had liggen was avocado. En ik weet niet of hij dit lust. Maar ik had zoiets van, laat het eens proberen.
Wil je happen? Het is groen. Ik weet wel dat hij dit lust met kruiden en dat soort dingen. Dat weet ik, want dat heeft hij wel eens gehad. Maar ik weet niet of hij dit ook zeg maar zonder iets lust. Hallo? Nee, kijk eens deze kant op. Vind je het lekker? Vind je het lekker? Nou. Nog een keertje proberen dan. Nog happy? Nog een keertje proberen? Ik ga het even versneld afspelen met Boomba erbij. Dus even kijken of het dan wel te eten is voor hem. Ondanks dat hij de avocado zelf niet zo erg lekker vond. Ik had nog 3/4 potje staan van fruithapje van gisteren. Gisteren wou hij niet echt, gaan we gisteren niet echt eten. En dat is aardbei met yoghurt en muesli. En dat heb ik er eigenlijk doorheen gedaan. En daar heeft hij hem eigenlijk zo goed als, niet helemaal op. Want het was gewoon te veel. Maar hij heeft in principe wel goed gegeten. Het is niet zo dat hij zoiets heeft van, doe het nog maar eens een keer geven. Dus moet toch blijven proberen. En hij heeft in ieder geval avocado op. Dat was Jordi dus even, die even losging op juf Roos. Het is leuk hè, juf Roos? Ja! Dan ga ik zo zijn pampertje doen. En dan gaat hij daar lekker slapen. Kijk eens wie er wakker is. Jordi, kijk eens deze kant. Joehoe. Jordi. Kijk eens aan deze kant. Wie is de wakker? Wie is de wakker? Ja! Wie is de wakker dan? Ben jij wakker? Oh, oké. Ja! Ben jij wakker? Wil je omhoog? Dan samen jou omhoog doen dan. Oké. 1, 2. Goed zo. 3, 4. En nu staan. Staan. Goed zo. Dat heb je goed gedaan. Dat heb je goed gedaan. Hallo!
Wat staan? Yeah, it's your turn. Hey mee? Moet je wel loslaten, hè? 1, 2, 1, 2, 1, 2, joeie! Zo. Jordi heeft soep gehad. Toen Niels thuis kwam, ben ik gauw naar het ziekenhuis geweest, want ik moest nog bloed prikken. Want daar hadden ze niet aan gedacht dat ik daar nog moest. Dus ik ben gauw bloed gaan prikken, want dat kon gelukkig tot 8 uur. En Jordi heb ik net een bad gedaan. Hij ligt nou nog heel even te spelen in zijn eigen wereldje. En dan zo dadelijk krijgt hij een flesje en dan gaat hij naar bed. Tandje al gepoetst. Dus yes. En mama is ook moe. Maar goed, dan mag de pret niet drukken, hè Jordi? Nee. Vlieg met me mee! Jordi is net nog wakker geworden van de buikpijn. Heeft ook weer een luiertje vol gepoept. En Niels is nu aan het douchen. En ik ga bij deze de ups en downs ook afsluiten. En welterusten wensen. Dus bij deze welterusten allemaal. Slaap lekker. Ik hoop dat deze kampioen ook nog lekker gaat slapen. En dat we morgen weer een nieuwe dag hebben. Welterusten allemaal. Tot de volgende ups en downs.